Thank you.
Sanne en Sarah, dat zijn... Sanne Bakker. En Sarah van der Brink. 21 en 19. 17. 17, ja. Zo. Ja. Maar jullie kennen elkaar al vrij lang. Ja, drie jaar of zo, of twee? Drie jaar. Die spelen ook al zo lang samen. Dat nog niet. Nee, er was wel vorig jaar, we zitten samen wel in dezelfde harpklas. Sarah doet dan vooropleiding en ik zit nu in het tweede jaar van de bachelor. Dus we kenden elkaar daarvan en we dachten, we gaan gewoon een keer wat samen doen. En het stuk ook wat we vandaag hebben gespeeld was eigenlijk ons eerste project samen. En gingen we kijken hoe het zou gaan en hoe we samen gingen spelen. Ja, want het is echt een hele andere harp dan wat we kennen. Ja, wij hebben natuurlijk ook gewoon heel veel van wat mensen denken dat de harp is, wat klassiek is. Dat spelen we ook heel vaak. En dan krijgen we gewoon vaak de reactie, oh wat mooi, wat lief, wat schattig, wat engelachtig. Terwijl er zoveel meer in die harp zit. En dat willen wij heel graag laten zien. En laten zien dat harp ook vet en cool en bijzonder op een andere manier kan zijn. Want wat hebben we net gehoord? Het stuk Parvis van de componist en harpist Bernard Andres. En dat is ook wel leuk om te horen dat hij dus ook zelf harpist is. Want dat zie je ook heel goed in zijn stukken terug. Hij weet echt waar hij voor schrijft. En ook de verschillende technieken die hij altijd gebruikt. Wat je dus ook in dit stuk heel erg goed terug hoorde. Wat gaan we nog van jullie horen en zien in 2020? Hopelijk heel veel. We willen graag. We hebben een aantal concerten staan. We hopen dat er nog meer bij komen. Om gewoon zo, aan zo'n breed mogelijk publiek deze nieuwe harp te laten zien. Dat mensen dat leren kennen en het... Het leuk vinden. Ja. Waar kunnen jullie vinden? Op Instagram en Facebook. Sanne en Sarah heten we. Sanne en Sarah. Yes. Kabam! Kabam!